De plaat heet Hey, Are You Okay? Is dat een andere omschrijving voor... Ik wil weer contact maken met mijn luisteraars, met mijn fans. Gaat het nog goed met je? Is dat het een beetje? Zit dat erachter? Nou, niet zozeer van mij uit of zo. Maar ik heb wel gewoon heel erg gevoeld dat het een beetje uit het leven verdwijnt. Dat je gewoon elkaar nog eens recht in de ogen aankijkt en gaat zitten en zegt van... Hé, hoe gaat het nou met jou? Met vrienden en vriendinnen. En ja, mensen zijn ook wel eens bang om dat te vragen of zo. We kijken de hele dag op ons telefoontje. Weet je wel, ik weet niet eens hoe het met mijn drummer gaat. Martijn, hoe gaat het? Nee, ik bedoel, het is meer van... We zijn niet meer zo met elkaar bezig of zo. Mm-hmm. En daarom vond ik het fijn om daar blijkbaar een nummer over te schrijven. Ik las in de Gelderlander een verhaal over de moeder... die nog steeds wel moeder is. Maar klaar is met 4, 5 jaar lang moeder zijn thuis... en nu weer artiest wil worden. Zijn. Of heb je daar zo niet over gedacht? Nou, klaar. Nee, klaar duurt nog even. Maar ik had wel weer voor het eerst het gevoel van... ja, ik wil wel weer spelen. Ja. Want ik ben heel erg graag moeder. Vind ik fantastisch. En dus daar ben ik niet klaar mee. Dat ben ik nog steeds. Maar ik heb nog steeds de naïeve droom dat ik het kan combineren. Okay. En dat ben ik nu aan het doen. Hey, dus je bent part-time muzikant en part-time moeder. Of meer dan part-time. Ja, nou, ik heb gelukkig een man die het ook heel leuk vindt om vader te zijn. Dus die zit nou thuis bij de kinderen. En nu kan ik dit gaan doen. Ja. Gaat dat zo makkelijk? Want met sporters werkt dat anders. Als je 4, 5 jaar niet traint voor het hoogste niveau in de competitie... dan ben je dead and gone. In de muziek is dat anders? Nou ja, mensen hebben mij wel eens gewaarschuwd... van als je dan moeder wordt, dan verlies je je creativiteit. Dus dan komt het nooit meer goed. Toen dacht ik... Oh. Dus ja, maar ja, ik wil toch wel heel graag moeder worden ook. Dus... Nou, dat risico neem ik dan maar. En ja, wat bleek, er kwam toch creativiteit opborrelen. Dus er moest echt iets uit bij mij. Ja. Dus toen ik zwanger was van mijn derde kindje, mijn dochter... toen dacht ik van, het wordt dan nu ook wel tijd om die plaat te maken. Want als ik straks 3 kinderen heb, dan wordt het misschien wel heel moeilijk om daar weer in te duiken. Dus toen had ik een deadline. Ik dacht, de uitgerekende datum voor de bevalling, dan moet die plaat af zijn. En dat lukte. Ik vind schrijven best wel moeilijk. Duurt lang bij mij vaak. Maar nu kwam het eigenlijk heel snel. Omdat ik iets nieuws had ontdekt. Wat ik zo leuk vond dat ik dat gewoon heel snel kon doen. Wat was dat leuke dan? Nou, ik denk dat ik gewoon een beetje de rest van de wereld kon vergeten. Juist omdat ik zo lang al thuis was. Met de kleintjes aan het voeden. En ja, dan is het allemaal zo relatief. En ik zat thuis en ik zat gewoon te spelen met een nieuw computerprogramma. En... liedjes op te nemen, zonder ergens over na te denken. Dus ik kon lekker alles los kunnen laten en gewoon kunnen spelen en kunnen experimenteren. Zonder het idee van, oh ja, ik zit straks bij Jan Douwe Kroes en er gaan allemaal mensen luisteren en er wat van vinden. En, nee, dat was er niet. Het was gewoon ik en mijn soort experiment in de studio. Ja. Heb je in die 4, 5 jaar gedacht dat je het niet meer zou kunnen? Want ik kan me ook voorstellen dat je, hoe langer je iets anders doet, neem je ook een beetje mentaal afscheid van wat je gedaan hebt. Nou ja, dat klopt. Ik heb wel inderdaad na 2 kinderen dacht ik van oké, en nu dan? Nou, het wilde heel graag nog een kindje, maar dacht ja, misschien kan ik dan wel nooit meer gewoon schrijven of muzikant blijven met 3 kinderen. Ik wist het gewoon niet. Het is echt gewoon, ik leef daarin echt met de dag. En we dachten van nou, we gaan gewoon doen. En het kindje kwam en nou, toen bleek dus dat het kon. Maar ik ben er wel bang voor geweest dat ik het nooit meer van de grond zou krijgen. Ja. Maar ik heb altijd wel gedacht van, daar hadden we het net aan tafel ook nog over. Van als je graag muziek maakt, ja, je kan elke dag muziek maken. Dus dat had ik altijd wel van, oké, nou ja, als ik het niet meer voor de rest van de wereld kan doen, dan in kan tuin, ik het in ieder geval onder thuis. De appelboom. Ja, oké, goed. Iemand een vraag, dames en heren, want ik zit altijd zelf. Ik stel 1 vraag, maar het waren al dan 9. Ja. Wie heeft een vraag aan Marieke, over Marieke, over de band? Altijd lastig. Ja, ga je gang. Ja, heb je in de tijd dat je bezig was met moeder zijn, in korte tijd 3 kinderen op de wereld zetten, dat is behoorlijk heavy. Ja. Heb je wel gespeeld? Ja, ik heb weinig gespeeld. Ik ben wel zo iemand die dan gewoon echt voor een tijdje, die gitaar staat dan in de hoek. En dan vind ik dat gewoon bijna een beetje eng. Als ik een tijdje nieuw speel, dan merk ik dat ik daar afstand van neem. Dat is heel gek. Maar mijn kinderen stimuleren ook alweer, ik vind het dan ook alweer tof dat ze zien van, hey, mama speelt gitaar. Dus dat ben ik wel weer op gaan pakken. En ik heb wel ook... wel 2 projecten gedaan. Ik ben met een orkest op tour geweest. En dan voel je weer van, oh ja, maar dit is wel echt heel gaaf.
Maar ik heb het niet 5 jaar lang onderhouden. Dus ik moest het wel weer echt oppakken. En dan kom je bij die sporters. Merk je het fysiek ook aan je, ja, dat je vingers anders staan? Nee, bedoel, ik zie af en toe gitaristen die geweldig staan te spelen. En die vingers 6, 7, 8, 9 nummers bijna in een krampstand hebben. Ja, het is gewoon sporten. Het geldt ook voor gitaarspelen en voor alle instrumenten hier. Je moet het trainen. Zelfs staand spelen. Ik had heel lang niet staand gespeeld. Ook toen ik zwanger was wel gespeeld, maar op een kruk. Dus als je dan gaat staan en je draagt een gitaar een paar uur. Nou, doe maar eens. Dan dat voel je wel. En dat moet je ook trainen weer en oppakken. Ja, zegt Gijs. Jij weet het. En na de vakantie, ja, dan al. Ja, het is heel snel weg. Maar het komt ook gelukkig heel snel terug, net als fietsen en zo. Oké. Ja, geen gang. Ja, de vraag is hoe je toen muziek stond te maken en nu. Is er een groot verschil? Ik maak een beetje andere muziek nu, met heel veel energie. Dus het was voor mij ook spannend van, oké, wat ga ik daar dan uithalen? Want ik heb altijd muziek gemaakt vanuit hele directe emotie en dat met mensen kunnen communiceren of zo. En nu heb ik eigenlijk, ik heb meer lol. Ik denk dat er wat zwaarte van mij af is. En dat is ook wel eens heel erg fijn. Dus ik vond het heel spannend van waar ga ik nu de lol uithalen? Maar dat is dus precies dat, gewoon het lol hebben en het energie overbrengen. En hopen dat jullie dat dan ook allemaal voelen. Dus ja, dit is wel echt een andere plaat voor mij. Die zwaarte waar je het over hebt, de Silent Song, ja. Ging over het niet zwanger kunnen worden. Ja. Daar was je redelijk verdrietig over. Ja. Je begreep bepaalde dingen niet. En dat etaleert zich dan meteen in zware songs. Ja, ik heb het. Ik was wel verdrietig, maar weet je, het was er altijd of zo drukte. Ik vond mezelf ook mat op een gegeven moment. Ik dacht van, hé, hier is toch wel een stukje sprankel Marieke vanaf of zo. Maar de zwaarte lag het er meer in dat het gewoon heel erg lang duurde. 5 jaar. En na een jaar denk je, oh, nou oké, na 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Dus dat hoor je wel op die plaat, denk ik. Maar ik ben wel altijd hoopvol gebleven. Nooit verbitterd geraakt. Ja. En er ook heel hard om kunnen lachen. Maar ja, op de plaat staan wel nummers die ik echt heb geschreven in mijn eentje. Achter in de tuin, in de nacht. En dat is ook, daar mag je ook gewoon helemaal dat voelen. Ja. Mag je ook gewoon echt even verdrietig zijn. Of... Het zit ergens in jouw gemoed, zit een doosje met verdriet. Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Is het dan zo wanneer zo'n doosje met verdriet open gaat even. Hè? Nou ja, even een plaat lang. Je gaat spelen, je gaat erover praten. Dus je bent dan wel openlijk verdrietig. Omdat je erover praat. Is het dan daarmee ook gedaan? Is het klaar met zo'n plaat? Gaat het doosje dan weer dicht? Toen ik zwanger werd. Dan dat zeggen ze ook. Hè? Dat lees je dan. Dat je dan dus heel snel vergeet dat je er 5 jaar lang over hebt gedaan. En dat het zwaar was. Dus ja, dat klopt wel. Ik ben heel gelukkig en met gezonde kinderen. En dat is allemaal heel fijn. Maar ja, een doosje met verdriet. Ik ben wel kwetsbaar. Nog steeds. Ja. Jij wil een vraag stellen? Ah, de vraag is of je van de liedjes, of je die van een paar jaar geleden, of die dan mooier vindt, of die van nu? Nou, goede vraag. Ja, ik vind het op dit moment heel erg fijn om dit te spelen. Ik denk dat je dingen maakt die je eruit wil hebben. Dus dit met deze band nu brengen, geeft mij heel veel voldoening. Maar het gaf mij toen ook heel, het was een heel fijn gevoel om die andere emotie, als het ware, eruit te spelen. Want dat is toch wel de reden, denk ik, waarom ik schrijf. En ik vind het alle twee echt te gek om te doen. Ik vind, weet je, we hebben gespeeld al een paar concerten gedaan en deze muziek reageren mensen heel anders. Voorheen kwamen mensen in tranen wel eens naar me toe. Oh, ik herken dat ook. En nu hadden we gespeeld en dan kwam er een meisje naar me toe. Die zei, ik ben weer helemaal verliefd op mijn vriend. En ik hou daar alle twee van. Alle twee, beide kanten. Dus ik hoop eigenlijk dat ik de rest van mijn leven dat alle twee mag blijven doen. Ik ging toch even dat je ging zeggen, de rest van mijn leven zwanger ben. Nee. Nou ja. Mijn schoonvader was 1 van de 25. Ja, gaat u gewoon. Dat is wel leuk. Ga je ook die nazaten van jullie, die drie jongelingen, ga je die ook gebruiken in de muziek? Ga je die ook samplen in de songs? Is dat de vraag? Ja. Of ik mijn kinderen op de volgende plaat zet? Ja, bijvoorbeeld. Nou, kinderen leren mij om gewoon te experimenteren, om niet bang te zijn om te vallen.
En om lekker te spelen. En dat moeten we allemaal blijven doen. En dat gevoel had ik wel bij het maken van deze plaat. Ik dacht, nu mag ik gewoon lekker spelen. En met deze jongens om me heen. Ja, daar hoor je wel de kinderen terug, denk ik. Stiekem toch wel. Dat is trouwens een mooi bruggetje naar jouw eerste keuze uit het 2 Meter Archief. Een groot kind. Vader van een klassieke muzikant. Beck Hansen. Die is redelijk lijp. Maar is een kind, zullen we zeggen. Een kind voor het leven. Die doet op muziek gekke dingen. En die heeft jou geïnspireerd voor een nieuwe plaat. Hoezo? Vanwege die gekte of vanwege de muzikaliteit? Ja, hij is behoorlijk krankzinnig wel in zijn ideeën, maar hij weet donders goed wat hij wil. En volgens mij toen ook al. Het is iemand die gewoon wel laat zien dat je alle kanten op mag gaan. Zoals we dat nu niet meer altijd op de radio terug horen. Het is wel een kunstenaar die ook visueel heel erg uitpakt bij zijn shows. En dat vind ik super inspirerend. En ja, bij dit fragment, dat loopt volledig uit de hand. Ja. Dus het was een bond gezelschap. En Beck doet zelf... lekker mee. Devil's Haircut, opname van november 1999. Kijk even mee naar de keuze van Marieke. Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping out the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage benches. Your mouthwash jukebox can't see me. Our pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling as we. Come on. Got the devil's haircut in my mind. 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 Sympathy quenches. Discount orders on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got the devil's haircut in my mind. Got the devil's haircut in my mind. Got the devil's haircut in my mind. Got the devil's haircut. In my mind. Something's wrong, cause my mind is fading. Ghetto blasting, disintegrating. Rock and roll, know what I'm saying. Everything I look is a yeah, baby! Devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Nog, dit loopt nog een minuut of 12 door. Ja,
Het nummer duurt in totaal 20 minuten. Dus dit is echt nog, dit gaat verder dan Sesamstraat en Zap Your Planet en dat soort dingen. Het is echt geweldig theater. Ja. Ja. Uiteindelijk gaat Beck als ene laatste van het podium en staat die blonde teddybeer, die bassist, die staat als laatste nog te schreeuwen echt. Denk van, maar er is geen publiek. Want we hebben bijna nooit publiek bij opnames. Dus we hadden geen publiek, maar stonden echt spelen alsof er echt een volle zaal was. Fantastisch, dankjewel. Je had nog veel meer keus, G-Love en Special Sauce. Maar volgens mij moeten we nu gaan werken aan de viering van je nieuwe album. Want dit is officieel de release datum. Nee, vrijdag is de officiële datum. Ja, maar we hebben hem hier al, ze hebben hem ook meegenomen. De plaat is er al. Vers. Vinyl? Ja. CD ook? Mm-hmm. Of alleen vinyl? Vinyl, CD en taart. Oh.